Mensen met een persoonlijkheidsstoornis worden vaak door de maatschappij en zelfs door hulpverleners nog gezien als moeilijke mensen. Hoe verminder je die vooroordelen, dat stigma? En hoe kunnen persoonlijkheidsstoornissen beter worden gediagnosticeerd en behandeld? Ik ga erover spreken met psychiater en bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen Karin Slotema. Ze doet onderzoek naar het verbeteren van het zorgaanbod van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. En komende vrijdag geeft ze hierover haar oratie op de Erasmus Universiteit. Mevrouw Slotema, goedemorgen. Goedemorgen. U bent er vorig jaar al benoemd tot bijzonder hoogleraar, maar nu pas de oratie. Heeft dat met corona te maken? Dat klopt. Is dat met corona te maken of waren er nog andere redenen dat zo lang heeft geduurd? Nee, het heeft niet met corona te maken. Het zou per 1 mei zijn. En door een agendaprobleem werd dat september. En daarom mag ik eigenlijk nog van geluk spreken. Want in mei was het natuurlijk helemaal niet mogelijk dat een klein gezelschap aanwezig zou kunnen zijn. En nu dus wel. Mm-hmm. En een deel komt online. Dus dat is juist ook weer een kans dat een groter publiek de oratie kan volgen. Juist. Nou, wij gaan het er deels ook over hebben in deze uitzending. Zou u om te beginnen, mevrouw Slotema's, kunnen uitleggen wat precies een persoonlijkheidsstoornis is? Wat valt er nou wel onder en wat nou niet? Waar hebben we het over? Nou, er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen, maar de gemene deler is dat dit mensen zijn die hele heftige emoties ervaren, waar ze moeilijk controle over hebben. Ze hebben een laag zelfbeeld en ze hebben dan ook moeite in het contact met anderen. En dat is niet een periode in je leven, maar dat komt eigenlijk gedurende het hele leven voor. En het begint vaak al in de adolescentie, dus in de puberteit of zelfs al op jonge leeftijd. En om een indruk te geven hoe dat kan zijn voor iemand met een persoonlijkheidsstoornis, we hebben allemaal een basaal stressniveau en als er dan meer stress bij komt, als er maar eindeloos veel stress bij zou komen, dan op een gegeven moment, voor ons geldt dat allemaal, ook voor mij bijvoorbeeld, dan ga je een grens over en dan verlies je de controle, dan denk je niet goed na bij wat je doet. Nou, deze mensen, door trauma en dat soort ervaringen, zit hun basisstress al erg hoog. En als er iets gebeurt wat stress oproept, is hun reactie veel groter. Dus ze gaan veel sneller die grens over, dat je niet meer goed weet wat je moet doen, dat je niet meer goed kan nadenken. Dus als je dat voorstelt, dat mensen op de dag zo hoog in hun stressniveau zitten, dan kun je ook beter voorstellen dat ze veel vaker problemen met anderen hebben en dat ze een hele hoge lijdensdruk hebben. En dat dat heel erg zwaar is. Een lijdensdruk? Wat is dat? Ja, dus daarmee bedoel ik dat ze heel veel last hebben van hun klachten. Dus vooral van die heftige emoties en dan weer problemen in het contact met anderen. Dat ze heel veel last hebben, heel veel klachten bedoel ik daarmee. Korte lontjes, heftig reageren. Ik kan mij voorstellen dat de maatschappij een beetje met argusogen naar die mensen kijkt en ze raar vindt en misschien ook wel een beetje eng vindt, omdat ze misschien ook nog wel agressief tekeer kunnen gaan. Maar zelfs hulpverleners, die zien die mensen met die persoonlijkheidsstoornissen als moeilijke mensen en hebben niet altijd door wat er nou precies aan de hand is. Dat verbaast me toch wel enigszins. Ja, dat zijn eigenlijk, kan ik me helemaal voorstellen. Nee, er zijn eigenlijk twee problemen. Dus enerzijds het stigma. Dus deze mensen worden gezien als agressief. Als dat het gedrag is, in plaats van dat ze last hebben van een ziekte, mm-hmm. Dat ze niet te behandelen zijn, dat het een roep om aandacht is, dus bijvoorbeeld een jonge vrouw die dan een suïcidepoging doet, dat het wordt gezien als een roep om aandacht, in plaats van dat het een ernstige klacht is natuurlijk, een ernstig verschijnsel, en dat iemand dat niet zomaar doet. Dus dat is een probleem. En je ziet ook wel bij hulpverleners, deze mensen kunnen best wel een groot beroep doen op een hulpverlener met die heftige emoties, roep om hulp. Dat ze dat moeilijk vinden, soms zwaar. En dat ze soms ook denken van ja, dat is toch lastig te behandelen. Maar dat klopt niet. Dus dat is het ene probleem van het stigma. En het andere is dat, nou dat is ook in de bevolking, als je mensen vraagt een aantal klachten van een psychose, bijvoorbeeld stemmen horen zonder oorzaak of dat soort zaken, of naar klachten van somberheid, hè, depressieve klachten, dan in de bevolking weten mensen vrij goed, wel 60-70%, dat het om een depressie of een schizofrenie, psychose gaat. Mm-hmm. Nou, wanneer je datzelfde doet voor de borderline persoonlijkheidsstoornis, dan weet maar 2% in de bevolking herkent dat. Dus daar begint het eigenlijk al. Mensen herkennen het niet. Ze denken, zo ben ik nou eenmaal, er is niks aan te doen, laat maar. Bij hulpverleners, die vinden het ook lastig om het te herkennen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel vreemd, ja. Hè? Hulpverleners in de psychiatrie. Maar deze mensen komen niet met de vraag om hulp voor hun persoonlijkheidsstoornis. Nee, ze komen vaak pas als er problemen bij zijn gekomen.
Je kunt je misschien voorstellen dat deze mensen zijn kwetsbaar om een depressie te ontwikkelen of middelen te gaan misbruiken met die heftige emoties. Dus dan komen ze om die reden in behandeling. Nou, de behandelaar gaat eerst daarmee aan de slag. Nou, dan kan het gebeuren dat die behandeling niet goed werkt, want ja, er zit een heel probleem onder, namelijk de persoonlijkheidsstoornis. En dan gaat pas het idee opkomen, hé, wacht eens even, is er niet sprake van een persoonlijkheidsstoornis? Er wordt eerst dus ik ben dan ook heel blij dat Parnassia Groep tegenwoordig een screeningsinstrument gebruikt. Dat zijn maar 8 vragen. En dan kun je aanwijzingen hebben dat het om een persoonlijkheidsstoornis gaat. Dus niet, ja, want dat is wat me dan te binnen schiet. Eerst worden de symptomen bestreden en daarna wordt dus bekeken van wat zit er nou eigenlijk achter als je die symptomen niet goed weet te bestrijden. Ja, omdat je niks doet aan de oorzaak. Precies, dan is het lastiger om de klachten te behandelen als daar een andere oorzaak onder zit. Ja. Ja, ik blijf toch verbaasd dat binnen de hulpverlening al niet standaard gebeurt. Maar goed, ik verbaas me wel over meer dingen. Zijn er trouwens veel mensen, mevrouw Slotema, die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis? Nou ja, dat is ook daarom ben ik ontzettend blij met deze leerstoel. Het komt heel veel voor. Dus als je in de bevolking kijkt, zo rond de 10% heeft een persoonlijkheidsstoornis. Dat is best wel veel. Heel veel, ja. En niet aangeboren, hè? Of wel? Of combinatie? Nou, het kan enerzijds een erfelijke oorzaak zijn. Dus dat je binnen families meerdere mensen ziet die een persoonlijkheidsstoornis hebben. Maar het heeft zeker ook een andere oorzaak, trauma. En vooral trauma op de kinderleeftijd. Dat komt echt heel veel voor bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Er gebeurt iets vreselijks in je jeugd, bijvoorbeeld. Ja, dus om een voorbeeld te geven bij deze groep. Je hebt dan misbruik. Emotioneel misbruik, hè, dat je steeds, je bent niks, je kan niks, dat soort zaken, of je wordt uitgescholden, seksueel misbruik, lichamelijke agressie naar jou. Dus dat kan vroegkindelijk trauma zijn, maar ook het stille trauma, dat je geen aandacht krijgt, geen warmte emotioneel, of dat je geen verzorging krijgt. Dat heeft ook een enorme invloed op je, op je ontwikkeling. U bent bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen. Wat ziet u als uw belangrijkste taak als hoogleraar, uw belangrijkste opdracht? Nou, we hadden het al over 2 knelpunten, hè, de stigmatisering en het probleem met het herkennen. Dus daar ga ik mee aan de slag, door lezingen. Nou, ik ben dan ook heel blij met dit interview, om een breder publiek te bereiken met mijn oratie. Dus we gaan ook onderzoek doen met onze patiënten op de afdeling. We hebben al mensen die zijn al betrokken bij het behandelaanbod patiënten. Die denken mee met ons, want het gaat natuurlijk om hen. We gaan onderzoek doen, kijken wat zij het meeste merken, wat zij belangrijk vinden dat er moet veranderen. En dan daar vervolgbehandeling op richten qua stigma. Nou, qua dat herkennen ga ik ook veel bekendheid aan geven en dat screeningsinstrument aan de man brengen, zodat dat zoveel mogelijk gebruikt gaat worden. Dat het herkennen beter wordt. En qua behandeling wil ik ervoor pleiten dat ook door mijn onderzoek om kortere behandelingen te gaan geven. Want in de wereld van de persoonlijkheidsstoornissen zijn behandelingen, dat is vooral psychotherapie, dus gespreksbehandeling, met een lange duur, intensief. Heb je veel scholing voor nodig om dat te kunnen geven, dus dat is duur. We hebben ook altijd helaas enorme wachtlijsten, dus om kortere behandelingen te geven. En ik noemde net al de trauma, om meer traumabehandeling te geven. Dus eerst iets doen aan dat trauma voordat je toekomt aan het behandelen van de alcoholverslaving of de drugsverslaving die daaruit voortvloeit. Precies, en dan denk je van, ja, maar je vertelt nou net, je moet niet, als er de persoonlijkheidsstoornis daaronder zit, moet je oppassen dat je dat niet alleen wat klachten behandelt. Mm-hmm. Maar EMDR, dat is een behandeling voor trauma, voor posttraumatische stressstoornis, als je traumatische ervaringen, als je daar veel last van hebt. En dat we hebben aanwijzingen dat dat niet alleen werkt voor die traumatische herinneringen, maar ook voor symptomen van de persoonlijkheidsstoornis. En dan heb je 2 vliegen in 1 klap, in veel kortere tijd. Want dat is een hele korte behandeling. We gaan elkaar ongetwijfeld in de toekomst nog een keer spreken, mevrouw Slotema. Dank voor dit moment. Veel succes bij het uitspreken van de oratie. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Dank u wel. Karin Slotema was dat. Hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit.